En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het is donderdag en ik ben lekker vrij. Het is natuurlijk hemelvaartdag en vandaag een verplichte ADW-dag. Wat niet echt verkeerd is. Ik heb er in ieder geval helemaal geen problemen mee. Dat ik een keertje weer lekker vrij heb een dagje. Heerlijk. En het is nog steeds best wel mooi weer. Het is wel iets minder geworden. Er staat wat meer wind. Maar de lucht is een mooi, schitterend helder blauw. En ja, ik ga het even lekker een... Ik ga even lekker een vlog opnemen. Ik heb hier al een keer eerder gefilmd. En we gaan lekker, lekker door de bos heen hobbelen hier van de Benisse. Ik word helemaal gek van die jas, dus die ga ik eerst eens even veranderen. Ik word helemaal gek van die jas. Ik word er helemaal gek van. Ik denk ik doe een jas, neem ik mee voor mijn spullen, want dan kan ik dat zo. Maar die jas die zak elke keer van mijn kont af. Dus ik kan beter geen jas meenemen. Maar ja, de lucht is helder blauw. Dus het is nog steeds, wel goed te doen. En het is wel weer eens even tijd voor een lekkere wandeling. Waar ik jullie meeneem. En ja, een beetje de week doornemen. Dingen die me bezighoudt. Dat kan ik dan mooi opnemen. En aan jullie, met jullie delen. Ja, kan elke keer in de woonkamer doen. Maar dit is toch veel mooier. Kijk, dit is toch veel mooier, veel mooiere locatie om, ja, een vlog op te nemen dan elke keer maar in die saaie huiskamer. Hè? Dus ik denk ik ga er lekker even tussenuit. Ik heb nog even lekker wat de tijd. Het is lekker vakantie, nou ja, vakantie, een paar dagen vrij. Dus ik kan eens even lekker op mijn gemakkie een leuke vlog opnemen voor jullie. Nou, we zijn dus in de Benisse. Het is het gedeelte bij Simonshaven, tussen Simonshaven en Zuidland, of eigenlijk is het meer vlakbij achter Simonshaven, richting Zuidland. En ik heb hier al een keer eerder een vlog over opgenomen, maar ja, het is zo'n leuke locatie. Ik denk, goh, ik heb wel zin om een vlog op te nemen, maar ik wil niet zo ver rijden. Dus ik denk, nou, dit is wel een ideaal gebied om eens weer eens een keertje leuk op te nemen. Nou, het is een prachtige locatie, allemaal groen, allemaal. Je ziet ook daar in de verte wat mensen aan wandelen. Het is wel een beetje kaal op sommige plekken. Ze zijn flink, hebben ze huis gehouden. Maar het is lekker groen hier ook. Een ideale plek om eens een leuke vlog op te nemen. Ik ben weer eens een keertje alleen op pad. Normaal heb ik altijd wel eens iemand bij me, Ramon of Kevin of zo. Maar ik heb nou weer eens een keertje zin om alleen een vlog op te nemen. Ik heb ze niet gevraagd. Dus ik denk, nou, ik ga weer eens een keer alleen een vlog opnemen. Dat is ook wel eens leuk. Gisteren toen heb ik geen GTA livestream gehad. Ik had ik heb een beetje zitten pimpen. Pimpelen en ik had wat rum op en dat was een beetje verkeerd gevallen en ik heb gewoon de hele avond, heb ik eigenlijk niks meer van de avond meegekregen omdat ik gewoon alleen maar heb liggen slapen. Ik was ook wel ontzettend moe, dat ook wel. En ik had nog gezegd van ja, ik neem maar één drankje, want vanavond wil ik toch eigenlijk wel weer een keer gaan livestreamen. Maar ja, dat was het dus. Ja, als je één drankje op hebt, dan is het zo lekker. Dan, ja, dan heb ik zoiets van, nou weet je wat, ik neem er nog eentje. Maar ja, die eerste, die was, het was ook wel ontzettend warm. Dus dan valt de drank nogal gauw verkeerd. Dus ik had twee drankjes op. En toen was ik al wel, nou ik was niet echt dronken, maar ik was wel flink aangeschoten.
Dus ik heb eigenlijk de hele avond lekker slapen gisteravond. Dat is ook wel eens lekker. En vanavond ga ik sowieso nog GTA livestreamen. Want dat is wel belangrijk. Want ik wil natuurlijk die nieuwe auto wil ik weer gaan kopen. Dankzij Esther. Esther die zei van joh, er is een nieuwe auto uit. Dit is hem. Nou, dankjewel Esther. Nou moet ik weer verplicht dat geld bij elkaar halen. Want die auto moet ik gewoon hebben. Nou S. Maar het is gewoon een mooi autootje. En toen ik hem zag, toen mocht ik er een stukje in rijden van Esther, toen was ik eigenlijk wel om, was ik wel eigenlijk verkocht. Dus ik denk, nou weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon die auto ook kopen. Maar ja, hij is 2,5 miljoen. Dus dat is weer aardig sparen. Nou, het is eigenlijk weer de eerste keer na Slagharen dat ik weer een paar dagen vakantie heb. Of een paar dagen vrij ben. Ja, de weekenden ben ik natuurlijk wel vrij. Maar ik ben eigenlijk na de Slagharen ben ik natuurlijk niet meer vrij geweest. Dus het is weer de eerste officiële dag dat ik vrij ben. En ik had toen eigenlijk ook nog afgesproken hebben, maar dat ging weer niet door. En dat gaat elke keer weer niet door. Dus ik ben ook een beetje aan het kijken van, joh, ik laat ook veel minder van me horen bij bepaalde mensen. Bepaalde mensen zul je ook niet veel meer in mijn vlog horen. Omdat ik gewoon afspraken maak met mensen. En dan komen ze de afspraken gewoon niet na. En ja, er is altijd wel een excuus dan van, maar dit is er aan de hand of dat is er aan de hand. Maar ja, ik heb zoiets van, je hoeft niet af te spreken. Als je gewoon niet wil, dan laat dat dan gewoon zitten. Het is geen verplichting. Maar om elke keer met excuses aan te komen. Kijk, één of twee keer kan er wel eens wat gebeuren. Waardoor een afspraak niet doorgaat. Maar ik heb nu al een stuk of 4, 5 keer afgesproken. En elke keer gaat het niet door. Op een gegeven moment heb ik zoiets van, joh, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb er gewoon helemaal geen zin meer in. Want het schiet gewoon niet op. Ik zit even te denken. Ik kan het pad volgen, maar ik vind dit ook wel ontzettend leuk. Laat ik eens door het gras heen hobbelen en eens kijken wat daar achter is. Want ik ben daar nog nooit geweest. Het is droog, dus ik kan er best wel makkelijk op wandelen. Ik weet uit meerdere bezoeken hier ook dat als het keihard geregend hebt, dat je dit, wat ik nu doe, dus niet moet gaan doen. Dan sta je gewoon helemaal tot in de drek. Nou, het is nog steeds een beetje blubberachtig, maar het heeft al een paar dagen natuurlijk al niet meer geregend, dus het is wel te doen. Dus vandaag, dus, één of twee keer of zo kan gebeuren, weet je wel, maar als iemand al 6, 7 keer afbelt, dan ben ik er gewoon klaar mee. En ik hoor ook helemaal niks meer van diegene. Ik ben ook elke keer degene die het contact moet leggen. Ik moet altijd het initiatief nemen. En ik ben dat op een gegeven moment, word dat wel een keertje beu. Ben het een keer zat. En zeg dan gewoon eerlijk van, joh, ik krijg geen zin erin of zo, weet ik van wat, maar elke keer met die flauwe excuses, dan word ik een beetje simpel van, hoor. Dat vind ik helemaal niks. Nou, ik ben inmiddels daar vandaan gelopen. Dat vond ik wel, hier zo tussen die bossen door. Nog een soort klein ruitenpaadje of zo is het. Dus dat vond ik ook wel weer eens leuk om eventjes hier doorheen te lopen. Want hier was ik nog nooit geweest. Eens even kijken, ik heb wel een hele stuk nou overgeslagen. Maar ik heb geen zin om daar weer heen te lopen. Want de vorige keer toen liep ik daar zo. Maar de eerste keer dat ik hier een vlog opnam, en toen moest ik nog een heel stuk weg weer teruglopen. Nou, kijk eens jongens. Allemaal groen. In
nog een struik of een boom wat een beetje gekanteld is. Dus, oh ja, dan kom je hier heb je weer een of ander ruitenpadje. Nou, dat kunnen we wel eens even doen, hè. Dat is wel leuk. Dus, ja. Oh, hier is het lekker, zeg. Hier heb je precies in de schaduw. Hier kan je wel lekker wandelen. Dus vandaar. Dus ja, sommige mensen die zullen niet zo gauw meer in een livestream komen of in een vlog. Oh, hier hebben ze ook alweer aardig huis gehouden, zie ik. Maar vanavond ga ik dus wel weer met de vaste groep met wie ik altijd GTA speel. Ga ik GTA spelen. Dat is Esther, Marcel, Ramonski. Af en toe is Kevin erbij. Ook hartstikke leuk. Ik vind het altijd wel ontzettend leuk als Kevin er ook bij is. Het is altijd gezellig. Altijd leuk. Van de week was Kevin er ineens weer. Hartstikke gaaf. Hartstikke leuk. Ja, ik ben wel een gezelschapmens. Ik hou daar wel van. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik, hè? Nee, dat ga ik maar niet doen. Kijk, hier heb je een boomstronk. Die is over de dingen heen gevallen, maar... Daar kan je niet overheen hobbelen. Want dan krijg je weer... hier heb je ook weer zo'n paadje. Door het plantsoen heen. Of door de bossage heen. Hoe kan ik beter zeggen, door de bossage heen. Nou, en dan kom je ook weer op allerlei... mooie plekjes uit, hoor. Er zijn echt wel mooie plekken hier in de omgeving. Kijk eens. Hop. Ik heb toch wel iets. Nou, gaan we eens even zo wandelen. Dat is ook wel leuk. Dus ik dacht bij mijn eigen van, goh, ik zal eens eventjes weer een leuke vlog opnemen. Het is wel mooi. Kijk, met zulk weer moet je het eigenlijk van hebben, hè. Van zulk weer. Natuurlijk in november, december, januari. Niet echt veel vlogs op kunnen nemen door het slechte weer. Heel veel kou. En als het koud is, dan ga je toch wat minder gauw filmen. Nou. Hier kom een dijk uit, zie ik. Als het goed is, als ik die dijk doorloop, dan loop ik een rondje. Dan kan ik weer teruglopen. Dus ja, denk ik, ik ga weer eens even wat opnemen. Hè. Dat is wel gezellig. Nou, ook allemaal dieren hier. Oh. Nou, kijk eens. Oh joh, hier kan je normaal eigenlijk helemaal niet lopen, volgens mij. Kijk. Er zit nog een sloot achter. Hier de paaltjes. Ik denk dat we maar die kant op lopen. En hier zit een sloot achter. Dus hier kan je ook niet lopen. Maar dat maakt niet uit. Ik vind die open plekken niet zo. Ik vind dit vind ik mooi. Bossen. Lekker in de bossen wandelen. Natuurlijk vorig jaar ook naar Kralingse Bos geweest. Dat was ook heel mooi. Kun je ook zo geweldig filmen. Kun je ook ontzettend mooi beeldmateriaal bij elkaar schieten. Dus ja, heerlijk. Lekker even wandelen. Goed voor de gezondheid. Dit komt me eigenlijk niet zo bekend voor. Hier ben ik nog nooit eerder geweest. Dus we lopen gewoon maar hier weer terug. Oh, het hout kraakt onder je schoenen vandaan. Kijk eens, van een bos allemaal, jongens. Dan zou je zeggen van, goh, in zulke bossen wil wandelen, dan moet ik altijd op vakantie. Moet ik altijd naar Centerparks, Veluwe, Limburg, Brabant. Maar... Hier in Zuid-Holland hebben we het ook, hoor.
Er is helemaal niks verkeerds aan. Je hoeft niet echt ver te rijden om... Je hoeft niet echt ver te rijden om mooie plekken te zoeken. Nou, ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Zo, nou. Mijn batterij was leeg, dus ik heb even mijn batterij even snel moeten vervangen. Ik heb gelukkig altijd een reserve batterijpack bij me die helemaal vol is, helemaal opgeladen is. Dus dan kan ik gewoon toch nog verder gaan met filmen. Het is zo lullig dat je naar een locatie gaat om te vloggen en dat je dan ineens geen batterijen meer hebt. In het begin heb ik dat wel meegemaakt. Maar ik heb toen in december heb ik 3 accupacks gekocht. En dat werkt toch wel een stuk beter. Werkt dat. Nou, hier heb je ook weer zo'n paadje hier. Met allemaal mooi bos. Kijk eens, hoe mooi. Prachtig gebied. Echt mooi gebied hoor. Kijk. Hier heb ik weer zo'n paadje. Allemaal modder. Lijkt wel dat hier paarden gelopen hebben of weet ik veel wat. Het is helemaal omgewoeld. Dus we gaan zo weer teruglopen. Hoppa. Of is het nou hetzelfde stuk waar wij er net... Nee, het is een ander stuk. Het is niet het stuk waar wij gelopen hebben er net. Lijkt het wel op. We gaan wel even kijken. Lijkt wel hetzelfde gebied waar we er net gelopen hebben, maar dat maakt niet uit. Dus lopen we nu weer terug. En het is gewoon even lekker genieten. Even een half uurtje. Even lekker wandelen. Dat vind ik wel ontzettend lekker. Dus ik allemaal nog allemaal sporen hier allemaal. Oh. Nee, toch niet. Nou, mijn telefoon gaat ook weer af. Een of ander bericht van iets. Dan kom je hier heen. Eens even kijken hoor. Volgens mij is het toch hetzelfde pad waar we er net gelopen hebben. Maar dat maakt niet uit. Kijk, heb ik blubber? Nee, ik heb geen blubber aan mijn voeten. Dat scheelt weer gelukkig. Dus ik heb niet echt veel meer. Voor de rest heb ik niet echt verder meer wat te lullen. Maar het is heerlijk zo eventjes. Even een half uurtje, even gewoon helemaal niets. Vind ik gewoon lekker. Even met een leeg hoofd. Even een lekker wandelingetje maken. Het is hier ook lekker helemaal rustig als er verder geen mensen zijn of kinderen. Dan is het hier echt heerlijk rustig. Dan hoor je alleen de vogels. Dus dat is wel ontzettend aangenaam. Ik denk dat ik vanmiddag nog eventjes een leuke livestream ga opnemen. Van GTA of zo. Ik heb er wel zin in. Ik heb toch wel weer zin om dadelijk ook nog even mijn PlayStation aan te zetten. Lekker alle ramen open. En nog even lekker even een half uurtje of een uurtje nog even achter de GTA te zitten. Vanavond ga ik ook weer een livestream opnemen, dus dat komt allemaal wel weer helemaal goed. Nou komen we daaruit. Dus dan lopen we, als we die kant op lopen, lopen we weer helemaal terug. Dus dat doen we niet, we lopen deze kant op. Als het goed is komen we dadelijk links weer bij de auto uit. En hier weer de dijk als het goed is. Ja, daar hebben we die dijk van Simonshaven. Als je die dijk afrijdt, dan ga je naar het dorpje Simonshaven. Dus we lopen de goede kant op. Het is echt heerlijk zo. Ik had een lange broek aangetrokken. Jullie zien het, een lange broek ook aangetrokken.
Ik dacht dat het al helemaal mis zou zijn. Ze hadden voor vandaag hadden ze al veel en veel minder weer opgegeven. Het regen en zo. Maar wat dat betreft, het is nog heerlijk toeven. Ik dacht echt van nou, het mooie weer zal nu echt wel weer helemaal over zijn. Maar gelukkig hebben we nog een dag extra om te genieten van het mooie weer. Ik zie ook nog niet echt aan de wolken of zo dat er nog wat vanavond gaat gebeuren of zo. Alles is nog wel strak blauw. Dus dat is wel aardig te doen. Nou, hier heb je ook weer allemaal van die kleine tussenpaadjes allemaal. Dat gaan we niet doen. Ik loop gewoon hieruit. Als het goed is, als je deze weg uitloopt, dan kom ik weer bij de auto terecht. Die staat op de parkeerplaats daar verderop. Ik heb nog een heel... Dit gebied heb eigenlijk nog een heel vervelend... Een vervelende historie. Hier is toen ooit eens een keer een vrouw vermoord. Dat was op die parkeerplaats waar ik nou net mijn auto neergezet heb. Dus het is wel een beetje vervelend. Eigenlijk is het heel erg zonde. Want het is een schitterend gebied om te lopen en te wandelen. En ja, zo'n gebied komt toch weer in een kwaad daglicht. Hier heb ik een pad. Een boom die over het paadje uitsteekt. Dus dat is eigenlijk wel heel erg jammer eigenlijk dat zo'n gebied door zo'n incident een beetje in kwaad daglicht gesteld wordt. Moet je kijken. Prachtig. Het is echt prachtig hier ook. Ik hoop dat mijn moeder toch weer een keer een gouden hondje neemt. Het is zo lekker om hier met de hond te wandelen. Vroeger deden we dat altijd met Samson altijd. Toen Samson nog leefde, was een Matthäus leeuwtje. Die is een paar jaar geleden overleden. Twee jaar geleden ongeveer, 3 jaar geleden. Dus dat is wel, het is toch wel weer leuk als je weer een hondje hebt. Lekker wandelen. Oh, we zijn er nog niet, joh. We moeten nog verder lopen volgens mij, of niet? Even kijken hoor. Eens even kijken hoor. Hier heb je ook weer een pad en dan kom je weer bij de dijk uit. Ik ben nou echt benieuwd waar ik gebleven ben. Toen komen we nu niet bij de parkeerplaats uit. En ik had gedacht dat als ik deze route zou lopen, dat ik op een gegeven moment weer links een tussenpad had om bij de auto uit te komen. Maar dat komt dus bedrogen uit, dat is niet zo. Dus we gaan eens even kijken waar het halverwege misgegaan is. Ik ben op een gegeven moment wel weer teruggelopen, dus... Verderop heb je ook een gemaal, maar dat is pas een heel stuk verder is dat. Ik kan me niet voorstellen dat ik nou bij dat gemaal ben. Dat kan ik me niet voorstellen. Of ben ik nou toch bij de parkeerplaats uitgekomen? We gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Zo. Ja hoor, we zijn gewoon bij de parkeerplaats uitgekomen. Ik zei het toch? Ik dacht het al. Ik denk dat kan gewoon niet. Ik ben zo gelopen. Ik denk als ik dan zo en zo loop, dan moet ik gewoon op een gegeven moment weer bij de auto uitkomen. Zonder enorme omwegen te maken. Maar het is nog gelukt ook. Ik ben gewoon weer bij de auto uitgekomen. Kijk, daar staat hij. Dat gele monster. Daar staat mijn gele monstertje. Kijk, daar staat hij hoor. Daar heb je mijn autootje weer. Dus dan gaan we weer lekker terug naar huis. Ik denk nog eventjes dat ik de
PlayStation gaan aanzetten. Ik moet natuurlijk ook deze vlog nog eventjes online gooien. Dus ik denk dat ik dat ook nog even ga doen. Maar in ieder geval, ja, dit was even een kleine vlog eventjes. Even een lekkere, heerlijke boswandeling. Had ik echt even weer een keer nodig. Ik mis dat gewoon zo erg als dat, ja, als ik een tijd geen boswandeling gemaakt heb, dan mis ik dat wel heel erg. Ik vind het altijd wel heerlijk om te doen. Nou jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Jullie weten het allemaal. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Vanuit de Benisse. Met op de achtergrond een invalide parkeerplaats. Nou, hier wil je je auto in ieder geval niet kwijt. Want het is... kijk, hier staat een invalide parkeerplaats. Maar hier is toch niet fijn om je auto neer te zetten in zo'n heuvellandschap. Dus vandaar. Nou, de groetjes allemaal van deze kant. Tot de volgende vlog. Tot een nieuwe livestream. Ik denk dat er een nieuwe livestream in ieder geval eerder zal zijn natuurlijk. En dan ga ik deze vlog even bewerken. En dan kunnen jullie deze vlog zien. Inmiddels hebben jullie dat al gedaan. De groetjes allemaal van deze kant. Jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Tof.